vinden. Laat me eruit. Ik moet naar Sinterklaas. Ik dacht het niet. Die Sinterklaas van jou, die maakt al mijn hele leven problemen. Dit is mijn laatste kans om er voor eens en voor altijd een einde aan te maken. Ben er alvast maar aan. Dit is de laatste keer dat jullie in Nederland zijn geweest. Oh, en mocht je honger krijgen, daar staat er nog ergens een antiek blik bruine bonen. Nou, denk niet dat ik die bruine bonen van jou eet. Zolang je me er niet uitlaat, eet ik geen haar. Nou, wat jij wil, jongen. Er ligt geen eens een blik openen. Wacht eens even. Het is natuurlijk de grote onbekende. Ik moet de anderen waarschuwen. Oh nee. Die deur is op slot. Plof, je zou het toch voor me oplossen? Oh, zo gaat dat dan altijd. Jullie raken in de problemen, jullie raken Pieter kwijt. Wie mag het weer oplossen? Juist, de prof Pieter. Ja, geef toe dat ik daar de expertise voor heb. Maar dat ongeduld van jullie. Ja, maar wij hebben ook niet zoveel tijd. Morgen is Sinterklaas al jarig. Is dat mooi gehaald? Ja, en hoe kunnen we nou zijn verjaardag vieren als hulp er niet wij is? We hebben geen tijd te verliezen, Hokus. Wegwezen. Ik moet nadenken en ik kan niet nadenken als jij naast mij staat. Hoe moet ik nou? Is het verschrikkelijk? Niet test, ik ben bezig. Of de stad van Sinterklaas is weg. Ja, gewoon zoeken, vind je vanzelf. Ja, gewoon zoeken, ik heb het hele kasteel ondersteboven. Dat heb je gewoon niet goed genoeg gezocht. Hij is weg. Test, wat hoor ik jou nou zeggen? Ja. Is de stad van Sinterklaas weg? Weg, verdwenen. Oh, maar dat is verschrikkelijk. Wat zeg ik toch? Waarom zeg je dat niet meteen? Alle moed verzamelen voor het allerlaatste ingrediënt van mijn walgmiddel. Iets waar kinderen heel erg van houden. Kom op, kras. Het is verschrikkelijk. Maar wat moet, dat moet. Hey, Dijda! Die bal, hè? Zou je kunnen zeggen dat je daar heel erg aan gehecht bent? Hij is toch vies thuis. Heb toch nog een schonere. Oh. Nou, ga dan maar weg. Weg! Weg! Dit is nou precies wat ik bedoel. Verwende blagers zijn het allemaal. Ik heb iets dierbaars nodig. Iets waar ze echt van houden. Anders werkt het niet. Sinterklaas, denkt u nou nog één keer heel goed na. Waar heeft u hem voor het laatst gezien? Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet precies waar ik hem gelaten heb. Het is morgen al mijn verjaardag. Ik moet er toch niet aan denken dat ik dan geen staf zou hebben. Hè? Ernstig hoor, is een ernstige kwestie. Sinterklaas, ik zou zeggen, neem u rust. Neem u rust. Hooghoogte en een test. En ik hier, wij lossen het probleem wel op. Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ja, proef. Hoe wou je dat dan oplossen? Wat? Die staf. Oh, gewoon een kwestie van combineren, en deduceren en desinfecteren. Die fiets, hè? Daar ben jij vast heel erg op gesteld, of niet? Nee, deze fiets is van mijn zusje. Ik krijg volgende week een eigen fiets. Oh. Wilt u deze soms hebben? Nee, nou niet meer. Ga! Daar! Laten we nou nog eens even goed nadenken. Wie kan er nou allemaal bij die staf geweest zijn? Jij, ja, ik, ja. Muziek Piet, Hocus Pocus Piet... Ja. Klus Piet. Klus is er niet. Wieso is Klus er niet? Die is Hulp Piet aan het zoeken. Waarom moet Hulp Piet gezocht worden? Omdat die weg is.
Die is weg? Ja, is het spoorloos verdwenen door een onfortuinlijke truc van Hocus Pocus. Zeg, verschrikkelijk, hoor je dat? Het is niet alleen de staf is weg. Hulp, Piet en Kloes, kom maar, dat is verschrikkelijk. Hè, kom je daarna pas achter? Ja, nou kan het zo op een rijtje zitten. Nou besef ik ineens dat er wel heel erg veel weg is. Ja, rustig. We hebben het gewoon een kwestie van combineren, deduceren en centrifugeren. Daar hebben we nu toch helemaal geen tijd voor, Prof. Piet. Er zit maar één ding op, Tess Piet. Ik ga ze nu zoeken. Maar wacht even, Hooghoofd. Dat is misschien niet zo'n heel erg goed idee. Want straks raak jij ook nog weg. Oh, ja, daar heb je wel een punt, ja. Ja, en als ik weg ben, wie moet er dan nog op de boel passen? Er zit maar één ding op. Ik blijf. Goed. Laatste kans, Kras. Het is een afzichtelijk ding. Maar ja, het valt te proberen. Leuke beest heb je daar. Oh, jij houdt zeker wel heel erg veel van dat ding, hè? Het is geen ding. Het is een giraf en hij heet Wiebo. Het is de liefste giraf van de hele wereld. Dit is een Kras. Weet je waar ik nou zin in zou hebben? Verstoppertje. Ach, zullen we verstoppertje spelen? Zeker. Ach, je zou me er zo'n plezier mee doen. Ach, het is heel lang geleden dat ik verstoppertje heb gespeeld. Ga ik mij verstoppen, doe jij je ogen dicht en tel je tot 100, goed? Nou, één keer dan, ja? Ah, oh, mooi. 1, 2, 3... Niet kijken, hè? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
En toen? Ik had een magische spreuk. Iets van, simsalabim. Ik begrijp je punt, Hokkes. En toen? Toen was ze verdwenen. Oh. Waar ging het dan eigenlijk mis? Toen die niet meer terugkwam. Ja, dat schiet dus heel erg op, hè, Hokkes. Ik ga de kist in. Nee! Ja, ik weet, het is heel erg gevaarlijk. Maar ik denk dat niet de aangewezen persoon ben om het te doen. Nee! Ik moet deze kist onderzoeken. Nee! Zou dat dan wat doen? Straks ben je ook verdwenen. Ik weet, het is een enorm risico, maar dat moet ik nemen. Doe jij de deur even achter me dicht? Ja! Nee! En dan precies doen wat je deed toen Hulpiet verdween. Oké. Simsalabim. Circushond. Ik draai 3 keer rond. 1, 2, 3. Simsalabim. Kromme tenen. Ik tel tot 3 en dan is hij verdwenen. 1, 2. Ik vind dat we een heel groot risico nemen. Hij wilde het zelf. Nou ja, in dat geval. Dat is een hele normale kist, hoor. Hoge hoogte. Hoge hoogte. Ik ben bijzonder blij. Bijzonder blij dat jij weer terug bent. Ik vond het heel moedig. Ja, iemand moet het doen, hè. Ja, jongens, zo is het wel weer genoeg. Wat sta ik hier nou te doen? Sorry, hoor, maar je zal het alleen verder moeten doen. Ik moet Hulpiet zoeken. Het is gelukt. Nou heb ik alle ingrediënten voor het valsmiddeltje bij elkaar. Voilà. Wat moet ik nou met jou? Gezelschap houden. Wat doe jij nou hier? Morgen is het eindelijk zover. Morgen ga ik voor eens en voor altijd een eind maken aan dat hele Sinterklaasfeest. Het is helemaal veel erger dan ik dacht.